Goedemiddag, ik ben Alexander Schouwvliege, fellow hematologie aan het Erasmus Medisch Centrum. En zoals mijn accent doet vermoeden, heb ik ook Vlaamse roots in het Universitair Ziekenhuis in Gent. En vandaag zou ik graag deze studie voorstellen, die we hebben gepubliceerd inderdaad in de Lancet Respiratory Medicine. Ik heb geen belangenverstrengelingen. En graag zou ik het een beetje luchtig beginnen met een uh, casus van een 63-jarige man met een blanco voorgeschiedenis... Die 22 januari zich meldde op, een, op de SIH van een perifere ziekenhuis met een tiental dagen bestaand griepaalsyndroom en voelde zich daarbij heel kortademig. En op de SIH is de patiënt onmiddellijk geïntubeerd, gestart met ceftraxone, Cipro en oseltamivir. In de ochtend is de patiënt dan getransfereerd naar het Erasmus NC omdat de ventilatie heel moeilijk ging om te kijken of die patiënt eventueel een aanmerking zou komen voor ECMO. En er was een keelwat genomen en de patiënt bleek influenza A positief te zijn. Er werd gestart met prone ventilatie. In de namiddag was het arena positief voor pneumokokken. En ook de bloedkweken waren positief. Er waren vier flesjes positief met streptokokken. En de cipro werd gestaakt. Dus eigenlijk hebben we een patiënt met een wezen influenza-infectie met daarbij een pneumokokken-superinfectie. En dan is mijn vraag aan de zaal, en we gaan het een beetje rudimentair aanpakken, dat ik je gewoon je hand in de lucht steek. Wie zou bij deze patiënt nog een bronchoscopische alveolaire lavage overwegen? Dus wie... Daarbij een bal zou doen, gelieve uw hand op te steken. Ik denk dat er maar een heel beperkt aantal zijn die dat zouden doen, maar dat werd toch gedaan in de avond. En twee dagen later bleek dan de diagnose, waarbij de aspergillus antigeen positief was, twee wat is hoog is, en de PCR was ook positief met aspergillus fumigatus. Dus een bacteriële superinfectie bij een influenza pneumonie is een gekende complicatie met een staf aureus of een pneumokok. En hier zijn drie retrospectieve studies die gekeken hebben naar de superinfectierate van aspergillus bij patiënten met influenza op de IC. Dat is een Belgische studie, een Nederlandse studie en een Taiwanese studie. En daarbij werden superinfectierates gezien van tussen de 17% en de 23%. En... Een groot deel van de populatie had niet de typische hoofdfactoren voor een invasieve aspergillose-infectie. Een typische hoofd zijn patiënten, hematopatiënten, allogene stamceltransplantatiënten, patiënten die chronisch prednison gebruiken, patiënten die t depleterende immunosuppressiva nemen. En tussen de 1 op de 3 tot van de patiënten hadden ze geen onderliggende risicofactor. En de diagnose werd snel gesteld, tussen de 2 en de zestel dagen na de ICO-opname. En de mortaliteit was hoog, variërend van 1 op 3 tot 2 op 3. Dus wij hebben deze studie wat groter aangepakt en we wouden ook kijken... ...is nu influenza effectief onafhankelijk geassocieerd met het voorkomen van invasieve aspergillose? En daarom hebben we data verzameld van patiënten opgenomen op de IC... ...en zeven IC's, twee IC's in België en vijf in Nederland... ...en hebben data verzameld van patiënten met een ernstige influenza-infectie op de IC. En we hebben data verzameld van patiënten opgenomen tijdens de influenza-seizoenen 2009 tot 2016... En dan hebben we casus per casus bekeken of er effectief een aspergillus-superinfectie was. En daarbij moest er een klinische factor zijn, zoals die in de criteria staan vermeld. En moest er ook afdoende mycologisch bewijs zijn. En dat diende één van de volgende te zijn. Of een histopathologisch bewijs met een positieve cultuur bekomen via een biopsie. Of een positieve galactomanan of een aspergillus-antigeen bekomen via de bronchoscopische alveolaire lavage en hoger dan één. Een serum van meer dan 0,5%. Of een positieve kweek bekomen via een bronchoalveolaire lavage voor aspergillus. Sommige patiënten hadden enkel een positieve sputumkweek voor aspergillus, en dan is het moeilijk te bepalen of die patiënt effectief een invasieve infectie heeft, dan wel gekoloniseerd is, en vandaar dat we deze uit de analyse hebben geëxcludeerd. En zo hebben we data verzameld van 457 patiënten opgenomen op de IC met een ernstige influenza infectie. Daarvan hadden dus 25 enkel een positieve sputumkweek en hebben dus Geëxcudeerd en daarbij zagen we 83 patiënten met een Aspergillus-superinfectie, wat overeenkwam met 19 procent. En daarvan had 1 op 4 geen ernstige comorbiditeit. De mortaliteit van deze patiënten met een Aspergillus-superinfectie was hoog, was 45 procent, in vergelijking met de groep die geen Aspergillus-superinfectie had, en dat was ongeveer 1 op 5. We hebben ook gekeken naar de incidentie van aspergillus-superinfectie bij patiënten die een onderliggende hostfactor hadden. Dus hematopatiënten, patiënten die prednison gebruiken, patiënten die langdurig neutropeen zijn. En Dat waren er 117 en daarvan had maar liefst 1 op de 3 een aspergillus-superinfectie. Dus 1 op de 3 van de patiënten die zich op de IC manifesteert met influenza en een onderliggende hostfactor had een aspergillus-superinfectie. En in de populatie zonder risicofactor was dat nog altijd hoog, 14%. En de superinfectieweet was quasi constant over alle seizoenen boven de 10%. Nu, om te kijken of er nu effectief influenza onafhankelijk associeerd is met het voorkomen van aspergillose, hebben we een soort case-controle-analyse gedaan waarbij we cases hebben gedefinieerd als patiënten opgenomen die C met influenza. En zonder een onderliggende hostfactor, omdat we dat wilden excluderen als confounding factor. En controle, we hebben een vergelijkende controlegroep eh, samengesteld van patiënten die negatief getest zijn met, op influenza en opgenomen zijn op de IC met een ernstige community-acquired pneumonie. En in de populatie van, met patiënten van, met influenza had 14% een aspergillus-superinfectie terwijl dat in de controlegroep 5% is, wat ongeveer overeenkomt met de algemene ICU-incidentie van aspergillus-superinfectie tussen de 1 en de 7%. En we hebben dan een binaire multipoliaat-analyse gedaan, waaruit bleek dat influenza onafhankelijk geassocieerd is met het voorkomen van een aspergillus-superinfectie met een adjusted odds ratio van meer dan 5 naast het mannelijke slacht. En tevens ook, prednison zei het zelfs, in een lage dosis. Dan hebben we hebben ook gekeken naar wat de onderliggende risicofactoren zijn voor patiënten met influenza om een onderliggende aspergillose te ontwikkelen. Dus we hebben gekeken enkel in de cohorten van patiënten met influenza en opnieuw een multivariate-analyse gedaan. En hieruit bleek dat patiënten die prednison krijgen ook een verhoogd risico hebben om een aspergillus-superinfectie te hebben. Dus om algemene conclusie... Aspergillus superinfectie is een frequent probleem, komt tussen de 10 en 20 procent voor en in deze uh, studie 19 procent. Het manifesteert zich op een atypische manier. 1 op de 3 is niet immunocompromitteerd, wat toch een heel belangrijke boodschap is. Het wordt snel gediagnosticeerd, gemiddeld 2 tot 6 dagen na de diagnose van influenza. In deze studie was dat 3 dagen. Het gaat gepaard met een hoge mortaliteit. Ongeveer de helft van de patiënten met influenza en aspergillose gaat dood. En influenza is onafhankelijk geassocieerd met het voorkomen van invasieve aspergidose. En dit heeft geleid tot heel wat toekomstig onderzoek. Zijn we nu prospectief data aan het verzamelen? En nu loopt er ook een studie geïnitieerd vanuit Leuven en in België en Nederland. Waarbij patiënten opgenomen op de ICU met influenza een groep posaconazole krijgt en een andere groep niet. En dit, deze studie is een samenwerking van deze zeven ziekenhuizen. En graag zou ik u danken voor uw aandacht.